Maar natuurlijk is het ook wel belangrijk dat ze op het einde van de maand rondkomen. En dus al die mensen die hebben blijven doorwerken, vaak in die sectoren, die lage loonsectoren zijn, ja, die verwachten nu ook wel boter bij de vis. Want één jaar geleden hebben ze applaus gekregen. En nu zeggen ze van oké, wij zijn blijven verder werken. Bijvoorbeeld in de kippenvleesindustrie heeft men risico's genomen, hard gewerkt, dat is een lage loonsector. En daar zegt men, die sector heeft goed geboerd. Boter. Klopt zich op de borst, meneer Mertens, in uw 1 mei toespraak. U zei, dankzij de druk van PvdA PTB, ligt dit nu op tafel bij de regering? Ja, dat is duidelijk, denk ik. Hè. En voornamelijk dankzij de druk van de vakbonden, laten we dat niet vergeten. Hè. Men heeft actie moeten voeren in de ijzige kouden in begin februari, eind februari, 29 maart. En dus die druk is opgevoerd. En het is dus duidelijk dat het gaat over een minimale sokkel waar we nu over spreken. En over de vraag, mogen de lonen daarboven stijgen? Hè. Dus is er een verbod op loonstijgingen daar waar het goed gaat? Dat is de centrale vraag. Hè. Dus deze regering zegt, er is een verbod op loonstijging. Er is een maximale loonnorm, ook daar waar het goed gaat. Pieter Timmermans zei net, 3,2%, 110 euro. Ja, maar dat is met de index inderdaad bijgerekend. En inderdaad, die premie, dat gaat over een eenmalige premie. Als men 30% omzet haalt in Delhaize bijvoorbeeld, hè, van Deborah. Die hebben 5,8 miljard euro omzet gehaald. 5,8 miljard, dat is 11% meer dan het jaar ervoor. Dus die komen zelfs niet aan die 30%. Er zijn bijna geen bedrijven die aan die eenmalige kleine premie komen. En dus het gaat om een structurele verhoging in heel veel sectoren waar het wel gaat. ArcelorMittal, nog één voorbeeld. Met hoeveel dan? Ja, maar bijvoorbeeld, die vrijheid moet er zijn om te kunnen onderhandelen. Wij hebben een wetsvoorstel op tafel liggen van Raoul Hedebouw en Mark Goblet, de voormalige algemeen secretaris van het ABV, om dat vrij te maken. Ja. En dat maakt dan dat je op ArcelorMittal, waar men goed heeft geboerd, 4000 Deborah's, Danny, heten ze daar, bij ArcelorMittal, die werken daar, die hebben goed geboerd. En deze regering zegt, jullie mogen niet meer dan 0,4% extra geven. Bent u ook zo ontgoocheld in het sociaal overleg? Het eerste punt is natuurlijk dat het niet mag zijn dat we nu de dividenden gaan blokkeren om uiteindelijk ook de lonen te blokkeren. Want daar heeft Deborah echt niets aan. Hè. Deborah heeft niets aan. Daar zijn we alleen niet over natuurlijk. Nee, en dus het is goed als een drukkingsmiddel, maar het is niet de oplossing. En ik denk dat het sociaal overleg heeft altijd moeilijke periodes gekend. Ook vandaag kent het een moeilijke periode. Ik geloof in het sociaal overleg. Ik denk eerder dat er een probleem is van de loonwet die een carcan aangeeft binnen het sociaal overleg. En dus ik heb veel meer problemen met dat carcan van de loonwet. En dus als je hoort op 1 mei en op al die acties van de vakbond in februari en in maart, dan staat die loonwet onder druk. Maar wat is eigenlijk het probleem met die premies, want je zou kunnen zeggen dat is toch een manier om tegemoet te komen binnen dat carcan. Omdat dat niet structureel is, omdat dat geen bruto lonen zijn en omdat bijna niemand die gaat krijgen. Nogmaals, ik heb het voorbeeld van Delhaize gegeven. Als je een omzet hebt van 5,8 miljard, 11% stijgen, dan krijg je die premie niet. En dus dat is eenmalig en dat is iets helemaal anders dan een deel van de koek terugkrijgen. Ja. Dus in die sectoren, nogmaals, die het goed hebben geboerd, hè, want we spreken hier over een loonnorm die een verbod uitvaardigt van loonsverhogingen boven die 0,4%. En die is niet dat u dat vraagt voor de evenementensector? Nee, uiteraard niet. Niemand vraagt dat. Je hebt een gemeenschappelijke minimale sector. Wij stellen voor om dat indicatief te maken. Er ligt een wetsvoorstel op tafel. Maak dat indicatief en laat in de sectoren verder op basis van die sokkel de vrijheid van... En meneer